Ook al was het natuurlijk schrikken, want je hoopt natuurlijk op een gezond kindje, maar er was nog zoveel onduidelijk en onzeker. Het lijkt me heel moeilijk om een kindje te hebben met een handicap of iets. Maar we geloofden ook wel dat als dat zo zou zijn, dat we daar dan ook wel de kracht voor zouden krijgen om daar op een goede manier mee om te gaan. Dit zijn Wilmy en Armando, woonachtig in Vleuten. Na een aantal jaar getrouwd te zijn, kwam de wens om een kindje. Maar het ging helaas niet zo makkelijk. We hadden zelf niet in eerste instantie het idee dat het een medische oorzaak had. Op een gegeven moment besluit je dan wel om te stoppen met de pil, zeg maar, in ons geval. En dan duurt het. En eerst denk je, die eerste paar maanden, het lukt nog niet. Nou ja, en dan is het ook op een gegeven moment van, wanneer is dan het moment dat je naar een huisarts toch gaat? Ik had zelf heel erg het idee dat het aan mij lag, in de zin van dat ik te druk was, te gestrest, ik was druk met mijn werk enzovoort. Dus ik zocht het niet in een medisch iets. En toen bleek dat dus wel het geval te zijn. Het was lastig. En aan de andere kant ook hoopgevend als je dan merkt wat de mogelijkheden er zijn. Zeg maar. Want er was gelijk een heel lijstje klaar vanuit het ziekenhuis met we gaan dit bekijken en dat. Ja. En er was zoveel mogelijk, waardoor we niet in zak en as zaten of zo. En dat was ook niet nodig, want al heel snel raakte het stel door het medische traject in verwachting. Een wonder. Toen hadden we al vrij snel natuurlijk zo'n inwendige echo in het ziekenhuis. Het bleek het kindje te leven, een hartje. Ja, en toen pas landde het bij ons. Ja, en, dat is wel echt, ja. Ja, toen waren we heel blij, ja. Toch krijgen Wilmy en Armando bij de 20 weken echo onverwacht slecht nieuws te horen over de baby. Ja, dat was niet zo best. Tenminste, zij zeiden dat de groeiachterstand op dat moment was 2,5 week. En voor die zwangerschapstermijn was dat eigenlijk te groot om genetisch bepaald te zijn. Dat was voor ons ook echt wel een klap, omdat we inderdaad zonder ons zorgen te maken naar het ziekenhuis gingen. En er werd van alles genoemd wat oorzaak zou kunnen zijn. Infecties, chromosoomafwijking, allerlei dingen. En, het kindje zou zwaar gehandicapt kunnen zijn. Ja, doodgeboren kunnen zijn of wel geboren kunnen zijn, maar vlak daarna ook waarschijnlijk alsnog zal overlijden. Of alle opties werden genoemd. Ja, dat was voor hun ook nog wel het moment dat ze spraken over het eventueel weghalen van het kindje. En dat was voor ons heel erg, dat we dachten, oh wow, maar dit willen wij helemaal niet. Hè? Nee. Wilmy en Armando willen de zwangerschap niet afbreken. Zware maanden volgen als Wilmy vanaf 24 weken moet stoppen met werken. En elke dag naar het ziekenhuis moet voor echo's en controles. Bij 30 weken zwangerschap wordt ze opgenomen. De artsen houden de groeiachterstand goed in de gaten. En dagelijks wordt gekeken of het niet beter is dat Wilmy wordt ingeleid. Wonder boven wonder haalt Wilmy de 37 weken zwangerschap. En kan dan op een natuurlijke manier bevallen van een kerngezonde dochter. Er is ontzettend veel voor ons gebeden. Ja, ik geloof echt dat het een wonder is. Op vrij snel na de bevalling kwam de arts die ons toen het zorgelijke nieuws zeg maar, heeft gebracht. Die kwam direct bij ons. We wisten niet dat ze er was, maar ze had dus achter de schermen de bevalling gevolgd. Ze kwam ons feliciteren en toen zei ze ook gelijk dat het heel uniek was dat dit zo was gegaan. Dat er met die zorgen op die zwangerschapstermijn, dat de zwangerschap zo lang heeft geduurd, tot 37 weken, dat ik gewoon kon bevallen en dat het ook nog een gezond kindje was. Ja, zei ze, dat is heel uniek, dat zien we niet veel. En als je nu terugkijkt, ook welke gesprekken we hebben gehad in het ziekenhuis. En als je dan denkt, oh, je zou er maar voor hebben gekozen om je kindje weg te laten halen. Ja, het is gewoon een prachtig meisje en helemaal gezond. En ja, wat je zegt, alles doet het, alles zit erop en eraan. Het is alleen maar klein. God heeft ook echt zijn trouw bewezen, zeg maar. Ja. Hij heeft hierin wel heel erg laten zien dat het een liefdevolle, zorgzame God is, die in wat voor omstandigheid ook, in welke zorgen er ook zijn, dat Hij er voor je is. En ook heeft God ons diepst verlangen op zijn tijd in vervulling gebracht. Ja, echt bewust ook op zijn tijd. Wij hadden het anders bedacht.
ook vooraf, voor mijn zwangerschap. En toen ik helemaal zwanger was, toen merkten we, ja, Gods planning is beter dan onze planning. Ja. Ja, het was Gods tijd, schijnbaar, toen met 37 weken op 16 april. En dat bleek de perfecte tijd te zijn. Ja. Zoals af, zoals klaar.